What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leaving. But where? I have to return some videotapes. Yes. Ja, dag dames en heren. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Videocorner. Ja. En niet zomaar een aflevering, maar een review. Klopt. Over The Evil Dead. The Evil Dead uit 1981. Ja, de nieuwe variant die draait op dit moment in de bioscoop. The Evil Dead Rise. Mm-hmm. Maar we dachten van... We hebben deel 1 nog niet eens gezien. Het eerste deel nog niet eens gezien. Nee, Orwell. En het is echt een classic. Klopt. We hebben hem gekeken. Had je bepaalde verwachtingen bij? Ja. Ik had wel verwacht dat die... Ik hou niet van die hele oude films, want ik kijk echt meer naar de effecten en de special effects, weet je. Daar hou ik wel van. Mm-hmm. Dus ik had meer zo het gevoel van, wat moet ik verwachten van een film uit 1981? Ja, natuurlijk. Er zijn al wel een paar goede films uit de jaren 80, daar niet van. Maar dit is wel... We moeten wel bij zeggen, dit is een low-budget film. Ja, klopt. Van Sam Raimi. Inderdaad. Sam Raimi, waar kunnen we van kennen? Spider-Man 1, 2 en 3. Kijk. De eerste Spider-Man. Daar kennen we hem van. Ja. En zoals je zegt, het is een low-budget film. Mm. Er is in totaal maar 375.000 aan budget hadden ze. Mm. En uiteindelijk hebben ze er 2,7 miljoen uitgehaald. Oh, dat is wel lekker, toch? Dat is lekker, inderdaad. Ja. En ook, het was een debuutfilm, hè? Ja. Het was de eerste film waar hij als regisseur aan de gang ging. Kijk, lekker. Dus... In ieder geval, waar gaat de film over? Het zijn 5 studenten. Het begint met een scène in de auto. Ze gaan kamperen. Ja, dat klopt. Ze gaan naar een hutje. Daar gaan ze blijkbaar het weekend of een nacht willen ze daar doorbrengen. Niet wetend dat het spookt daar. Demonen of weet ik veel klopt. Wat. Ze vinden in de kelder volgens mij vinden ze een soort van bandje. Of een boek. Ja, een boek met een bandje, wat het boek eigenlijk vertaalt. Ja. En het moment dat het... ik neem het even over. Zo ja, ja. Het moment dat ze dat bandje afspelen, op het bandje wordt er een spreuk opgelezen. Mm. En het moment dat die spreuk voltooid, komt het bos tot leven eigenlijk. Spirituele geesten komen vrij. En je ziet ze dan ook één voor één veranderen in een zombie eigenlijk. Ja, hoe moet ik het anders vertalen? Zombie. Ja, de demon die neemt bezit van het mens. Klopt. En doet gekke dingen, doet rare dingen met je. Hele rare dingen. En ik vond het ook vrij interessant hoe die eigenlijk de eerste persoon overneemt. Hoe ging dat ook weer? Dat is dat meisje, die zit eerst in de slaapkamer. Ja. Dat meisje dat is in het begin al heel bang na het luisteren naar die radio. Oh, ja. Ja. Dus die voelt zich al een beetje creepy en die wil al weg. Mm. Maar ja, de twee jongens van de 5. Ja. Dus de twee jongens die zeggen van, weet je, het is maar een bandje en dit en dat. En die nemen het eigenlijk gewoon met een korreltje zout. Eigenlijk wat de normale mens die niet in geesten zal geloven, die zal hetzelfde doen. Ja. En dan zeggen van, geesten, ga weg, waar heb je het over? En ik begin gelijk met die eerste scène, waar ze de eerste persoon overnemen. Ja. Ik vond dat een beetje een awkward scène. Ja? Ja. Door die scène is die film ook in 3 landen is die gebannen. Oké. Okay. Ja. Dat is, even kijken, Finland, Oekraïne en, kan het hier staan, Singapore is die film geband. Dat heeft meer te maken met hoe de persoon wordt overgenomen, hoe ze eigenlijk wordt bezeten. Ja. Want het is eigenlijk het bos wat tot leven komt. Ja. En hoe de rest wordt, hoe noem je dat? Ik ben even mijn woorden kwijt, help me. Ja, kijk. Hoe de rest wordt bespookt, over wordt genomen, behekst, dat is allemaal heel duidelijk met contact. Klopt. Maar alleen, ik heb het idee dat de demon die gaat de grond in of zo, op een of andere manier. En die neemt niet, die kan blijkbaar niet alleen het bezitten van mensen, maar ook van de bomen. Ja.
Dus die kan ook de bomen besturen. En via... Met die wortels van de bomen. Ja, inderdaad. Nou, laten we het heel kort zeggen. Hij verkracht het meisje. Ja. Want je ziet het ook. Het meisje wordt aan de grond getrokken. Wordt helemaal uitgekleed. Helemaal een stukken gescheurd, de kleren. En op een gegeven moment zie je een lange tak. Ja, die verdwijnt ergens in. Die verdwijnt ergens in. En dan, nou, zij ontsnapt. Ja. Komt terug het hutje in. Mm. En na een kleine 10 minuten verder is ze in één keer helemaal gemuteerd. Ja, dat is wel een heftige scène, zeker. Ja, inderdaad. Maar ik heb ook... ik vind het nog best wel mooi. Ja, niet mooi, maar best wel knap gemaakt voor een low-budget film. Ik heb ook gelezen dat die Bruce Campbell, die is de beste vriend op school met Sam Raimi, de regisseur. Ja. En die Bruce Campbell, die heeft ook gewoon dingen lopen doen achter de scène. Want ze hadden gewoon geen mensen daarvoor. Dus bijvoorbeeld, je ziet er ook in de eerste scène van... als ze in de auto zitten, dan zie je toch... Kijk, dat wou ik ook nog zeggen, hoe noem je dat? Die beeld vanuit die demonen. Alsof je door die demonen kijkt. Dus die view. Ja, ja. Dat vond ik ook wel vet gemaakt eigenlijk. Ja, dat camera-effect. Ja, maar dat was eigenlijk Bruce Campbell. Hij zat blijkbaar op een soort van trolley. En mensen duwden hem. terwijl hij de camera zat vast. Ja, klopt. Dat is een van de 3 nieuwe cameratechnieken die zijn gebruikt. Ja, ja. En je hebt er nog 2. Okay. Dat is de shaky cam. Dat is dus die trillende camera, weet je wel, alsof die ergens achteraan rent. Ja. En de, hoe noemen ze dat? De Remo-cam. Remo-cam? Ja, dat is die scène, dat zie je zo eigenlijk vanaf camera, dan gaan ze zo dwars door die ramen heen, toch? Oh ja, juist. Ja, eigenlijk, iemand houdt die camera vast en er zit iemand daarboven. Je hebt toch die microfoons die ze er zo bovenop houden. Mm-hmm. In plaats van een microfoon zit er een baksteen tegenaan. En dan gaat hij voor de camera, net erboven, slaat hij het raampje in en dan gaan ze zo naar binnen. Oké. Okay. Nou, dat waren wel 3 nieuwe cameratechnieken wat hij eigenlijk heeft gebruikt. Ja. En het is ook... na die film is de horror scene is gewoon helemaal veranderd. Ja. Want dit was echt heel anders dan de films voorheen. Ja, ja, dus zeker. Dit was eigenlijk een beetje... Ja, het is horror is een compleet nieuwe tijdperk gegaan naar deze film. Wat vond je eigenlijk wel goed aan de film dan? Waren er bepaalde punten naast die cameratechnieken? Zelf vond ik, zeg maar, de schmink wel goed. Vond ik wel best wel goed gemaakt. Klopt, voor die tijd vond ik het echt, echt wel leuk gedaan. En ook al was het verhaal niet echt sterk, meestal heb je bij een verhaal dat, hoe heet dat? Dat je een soort van bonding krijgt met karakters, weet je wel. Je wordt inderdaad. Maar dat had je helemaal niet. Was er toch heel veel spanning, vond ik. Ik vond best wel veel spanning. Ja, er zat wel veel spanning in, maar... Ja, ik ben nou de horrorfilms van nu ben ik gewend. Dus ik had niet echt zo van... Oké. Het was gewoon... Maar voor die tijd? Ja, voor die tijd natuurlijk. Kijk, die tijd die heb ik zelf niet in die tijd meegemaakt. Ik ben pas in 93 geboren, dus dat is nog even 12 jaar voor mijn tijd. Ja, oké. Nou, ik heb ook veel reviews op het internet gelezen. Mensen vonden het echt een geweldig film in die tijd. Mm. Orno zelf zegt ook van, het is een van mijn lievelingsfilms. Mm. Van de klassiekers. Ja. En... ja, wat ik echt goed vond is inderdaad de smink. Hmm. En ook hoe ze dat met die bloedeffecten hebben gedaan. Ja. Ja, want er is een scène dat dat mag nu niet meer. Natuurlijk ook met het incident. Ja. De hoofdrolspeler, Campbell, die ging die zie je op een gegeven moment met een jachtgeweer. Zie je hem uit het raam schieten. Ja, klopt. Op die zombie. Ja. Dat is letterlijk met echte kogels schiet hij op een dummy wat vol met bloed zit. Oh, oké. Ja, en dat mag voor meerdere redenen. Deze tijd mag dat niet meer. Oké, maar werd toch echt bloed gebruikt? Nee, niet echt bloed. Ja. Dat niet. Maar hij schoot op een dummy wat gewoon vol met bloed zat. Ja, maar hij schoot wel met echte kogels. Ja. Ja, ja. Dus... Ja, we hadden het ook laatst over in de aflevering met Alec Baldwin. Ja, dat klopt. Daar hadden we afgelopen zondag nog over. Ja, ja, ja. Dus ja, dat... maar nog een leuk feitje. Het moment dat... dat is de hoofdrolspeler. Mm-hmm. Er zijn 5 hoofdrolspelers. Je ziet in totaal ook volgens mij maar 5, 7, 8 mensen totaal in de hele film. Mm-hmm. De hoofdrolspelers Bruce Campbell, Ellen Sandwise, Richard, Betty en Teresa. Dat zijn de 5 hoofdrolspelers. En op een gegeven moment, Bruce, die speelt die radio af. Ja. Waar ze die spreuk op noemen.
Die spreuk is oorspronkelijk Latijns. Oké. Okay. Ja. En in een gedeelte van die spreuk wordt er op een gegeven moment een zin opgenoemd. Ja. Van Sam en Rob. Ja, alleen dan in het Latijns. Ja. Are walking. Nee, are hikers in the woods. Oké. Okay. En daarmee verwijzen eigenlijk naar die twee wandelaars die in het begin van de film, de beginscène. Die twee wandelaars. Dat is de director. Oh, dat is Sam. Oh, ja. Die zit zelf ook in de film. Maar dat is een van die twee. Dat is hij dus. Dat is wel mooi. Dat is wel grappig. Ja, dat is wel. Alleen omdat het in Latijns is, versta je het natuurlijk. Ja, ja. En ja, ik heb dat stukje dus op YouTube heb ik dat teruggezien. Ja. En het is Latijns, maar het klinkt ook een beetje Duits. Oké. Okay. Ja. Ja. Oh ja. Nu we het er toch over thema hebben. Waar ben jij bang voor eigenlijk? Waar ik bang voor ben? Ja. Bah. Heb jij een hele gekke nachtmerrie gehad? Of zo'n soort gelijke situatie? Bang. Als je me zo in één keer vraagt, dan moet je wel even echt nagaan. Kijk, ja. Ik schrik snel. Ja, dat weet ik. Ik schrik snel. Dat is heel bekend. Dat heb ik ook altijd op mijn werkvloer. Dan heb ik mijn koptelefoon op en ben ik aan het werken. En dan komt de klant in één keer. Wat gebeurt er, weet je wel? Dat gaat heel snel bij mij. Maar even kijken. Veel mensen zijn bang voor spinnen, slangen. Nee, dat heb ik ook niet. Maar zou jij naar zo'n haunted cabin wood gaan? Oh, nee, man. Nee, als je het zo bekijkt, ik zal daar echt geen weekendje doorbrengen. Nee, maar mij niet gezien. Maar ook als je binnenkomt, want ze komen binnen en dan loopt hij de kelder in, weet je wel. En dan kijkt hij om zich heen en dan zie je allemaal van die dingen hangen, weet je wel. Ja. Van die skeletten zie je hangen. Dan denk ik bij mezelf, joh, fuck this shit, I'm out. Ik zeg heel makkelijk, jongens, we gaan. Nee, ja, weet je wat ik dan vraag? Kijk, ik had ook gevonden op internet dat het was een low budget film. Ja. Dus ze konden ook niet de acteurs een soort van, er is meerdere dagen gefilmd. Ja, klopt. En op een gegeven moment was ook het geld op. En ze moesten gaan kiezen van waar ze het geld precies uit zouden gaan besteden. En ze hebben daar echt met de hele crew, hebben ze één nacht daar geslapen. Ja, in die cabin. Ja, de klopt. Cabin. Ja. Hebben ze met meerdere personen in een kamertje moeten blijven. Ja. Nee, dat heb ik ook gelezen, klopt. En om het dan warm te krijgen, hebben ze zelfs sommige, hoe noem je dat? Kledingstukken moeten verbranden die ze niet meer gebruiken. Echt? Ja. Jeetje, man. En die cabin, dat was ook echt een verlaten cabin. Ja. En die hadden ze gehuurd. En dan mochten ze van de eigenaar mochten ze alles gebruiken. Mm-hmm. Alleen, moest wel in originele staat weer teruggebracht worden. Oké. Okay. Hebben ze allemaal gedaan. Het enige wat achter is gebleven, is die vuur. Oh, die open haard. Die open haard, de schoorsteen. Die hadden ze erin gebouwd en die hebben ze er ook mooi in gelaten. Ja. Dus. Oké, okay. Gek. En wist je dat die de kelder? Ja. Yeah. Waar ze op een gegeven moment naar beneden gaan. De kelder, ja. Ja, die zit oorspronkelijk niet eens bij dat bij die cabin. Ja, maar dat had ik wel verwacht eigenlijk. Ja, je hebt nooit de kelder in zo'n cabin, toch? Nee, klopt. Dat zit verderop op een boerderij, is dat een wijnkelder. Ja, die hebben ze daar moeten filmen. Ja. Maar, Nee, ja. Ik zou zelf ook niet in zo'n huisje willen slapen, man. Nee. Toch niet. Dat gekraak, dat. Ja, die geluiden 's nachts. Je weet niet. Ja, klopt. Maar ik heb dat thuis ook al, weet je. Ik moest vroeger dan ging mijn ouders naar Turkije. En dan denk ik, oh yes, 5 weken alleen thuis. Heerlijk. En dan slaap je op je kamer en dan hoor je in één keer overal hoor je geluiden. Maar vroeger dacht je van, oh, dat zal wel iemand zijn. Dan let je er niet op. Maar nu weet je, ik ben alleen thuis. Ja. En dan hoor je alles in huis. Hoor. Maakt niet uit waar je slaapt. Ja, alles man. Hoor je. Ja, man. Dus, maar over de film. We hebben het natuurlijk mooie stukjes, maar wat vond je nou echt slecht? Echt slecht? Waarvan je denkt van, nee, dit kun je niet, zelfs in die tijd, dit kun je niet maken. Ja, dat is een goede vraag. Nee, gewoon wat ik slecht vond was dat je op een gegeven moment zomaar in het verhaal werd gedompeld. Dat vond ik slecht, maar verder... Ja. Dat je zonder introductie helemaal niks zegt, bam, hier alsjeblieft. Pas later kwam ik erachter dat een van die dames de zus was van Bruce. Zus? Ja, dat bedoel ik. Dat wist je niet, hè? Ja, dat bedoel ik. Een van die was de zus van Bruce. Excuse me, hoor. Ja, dat bedoel ik. Dat kom ik nu pas achter. Ja, dus... Nee, wat ik... Wat vond je slecht dan? Ja, niet precies slecht, maar ik vond het wel echt gewoon lachwekkend. Ja. Dat, dan zitten ze in een auto...
En dan is hij aan het rijden. En dan komt die pick-up komt op een gegeven moment aan. Ja. En dan verliest hij verliest de controle over de stuur. Mm. En op een gegeven moment, dan filmen ze eigenlijk vanaf het dashboard van de auto, filmen ze. En dan zie je de twee personen, de drie personen, ja, nee, de twee personen die achterin zitten. Dus dat is Ashley. Ja. En zijn vriendin volgens mij. Ja, ja, ja. Dat die op een gegeven moment bij de bestuurder over de nek, over de schouder meekijken. Weet je welke scène ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Weet je? Maar kijk, als je bestuurder zit, dan rij ik auto. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat er iemand rechts in één keer over mij meekijkt. Ja. Maar op het moment dat er iemand links bij mij mee gaat kijken, want je ziet ook Ashley zo half het raam hangen. Nou joh, ik hield hem niet meer. Ik moest gewoon lachen daar. Ja, oké. Okay. Maar dat is gewoon waarschijnlijk in meerdere scènes gefilmd. Misschien wist hij niet meer waar hij zat de vorige keer. Ja, snap je wat ik bedoel? Ik denk dat ja, dat ja. En op een gegeven moment ook gelijk terug naar die andere scène. En dan zit hij gewoon weer rustig achter in die auto. Ja, van, ja. Oh, dan denk ik bij mezelf, hoe heb jij die map aan de kant gelegd? Raam omlaag? Uit die raam over de schouder van Ashley lopen, van de bestuurder lopen? Ja, dat, ik weet niet. Is het een goede kijktip? Wat denk je? Voor de luisteraars en de kijkers. Als je van oude klassiekers kijkt, ja. Ik zeg kijken. Moet die gezien worden, vind je? Voordat je The Evil Dead Rises gaat kijken, gewoon, vind ik wel dat je even deel 1 moet kijken. Ja. Er is ook nog een deel 2, The Evil Dead 2. Ja, want die nu draait in de bioscoop is volgens mij deel 5. Of 4, oké. Dat is deel 4. Je hebt die met Ashley. Dat is deel 1. Ja. Met zijn 4 vrienden. Ja. Nou, die gaan allemaal dood. Ja. En dan komt er nog een deel 2 van uit. Ja. Er is zelfs nog een serie van uitgekeken. Okay. Ashley versus the Dead. Dus daar is ook nog een serie van uitgekeken. In 2003 hebben ze een remake gemaakt van The Evil Dead. Okay. En nu in 2023 is er een complete nieuwe. En die speelt niet af in de cabin. Die arme man. Elke keer als hij ergens speelt, raakt hij zijn vrienden kwijt. Ja, het is altijd... Het is ongelooflijk. Nou, ik weet wel met wie ik geen vrienden wil worden. Wat een pech. Ja, met Ashley. Zeg maar een cijfertje geven. Wat vind, wat vind je? Hoeveel? Van de 5. Ja, van de 5. Met in het achterhoofd houden, het is een low-budget film, hè? Het is een low-budget film en het is een film uit 1981. Ja, ik vind wel dat het... Ja, het is wel een... Ja... 3,5. Ik hoorde de V. 3,5. Ja, ik wou 4 zeggen, maar 3,5. En dat meer om de feit... zoals jij al zei, je wordt in één keer midden in het verhaal wat je gooit. Ja. En er zijn een paar dingen waarvan ik denk van... het is hem toch weer net niet. Maar het is ook omdat ik gewoon niet van horror hou. Ja. Ja, weet je... het is een film, low budget, toch uit de jaren. En... Zoals wat je net hebt aangegeven, toch wel wat ophef veroorzaakt in bepaalde landen. Ja, dat klopt. Daar moet ik hem toch wel... ik wil niet respect zeggen, maar heeft hij toch wel geflikt. Ja. Op een of andere manier. Ik, ik wil mijn cijfer eigenlijk veranderen, want ik vind het eigenlijk... Toch? Nee, dat wil je 3 zeggen. Ik wou er 4 van maken, omdat ik het nog best wel knap vind... Ja. Dat je als een klassieker wordt aangezien en dan gewoon nog... Nou, wat is het? Bijna 43 jaar later. Kijken mensen hem nog? Want kijk, we hebben hem nog gewoon opgekeken. En het is helemaal geen film van Oron's tijd. Mm. Oron is nog een stuk jonger dan ons. En hij heeft die film gewoon gekeken. En hij zegt, ik vind het een van de betere films. Ja. Dus dan vind ik wel dat je voor je eerste film... flink wat impact hebt achtergelaten. Ja, en lijkt wel respect voor. Dus ik vind het wel eigenlijk wel een 4 waard. Ik vind het ook een 4 waard. Ja. Dus we geven 4 van de 5. 4 van de 5. Dat doen we. Yes. Laat dan afsluiten. Beste luisteraars, we geven de 4 van de 5 sterren. Wil je nou meer reviews van ons horen? Ga dan naar de videocorner, stuur een DM'tje. Zoals je nu ziet, we doen ook gewoon classics. We hoeven niet alleen maar nieuwe. In de nieuwste films Nee, precies, gewoon classics. Heb je een voorstel of stuur ons gewoon een berichtje. Abonneer op YouTube. Belletje aan. Belletje aan. Wel, geef ons ook een rating op Spotify of andere podcast apps. En tot de volgende review alweer. Ja, tot volgende week. Bye bye. Hasta la vista, baby. Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering. Wil je adverteren in een van onze podcasts?
Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl.